Toen de Franse schilder Claude Monet in 1871 in Zaandam verbleef, schreef hij een brief aan zijn vriend en collega-schilder Camille Pissarro dat het hier fantastisch schilder was. Hij schreef huizen in alle kleuren, molens bij honderden en verrukkelijke boten. Wat die kleuren betreft, blauw, groen, grijs, wit, geel, misschien alle kleuren van de regenboog die hier te zien waren. Maar hoe kwam dat nou? In die tijd was Zaandam een centrum van de houthandel. Hout was beschikbaar en goedkoop. Stenen huizen waren er wel, maar waren relatief duur om te bouwen. Dus men bouwde vooral van hout. Maar hout moet je beschermen tegen weer en wind, tegen vocht. Dus men smeerde er tegenaan dat dat voorhanden was en voldeed. Dat kon teer zijn, maar men maakte ook zelf verf van restanten van verfpoeder uit de productiemolens. Dus die kleuren van alle huizen die hier te zien waren, dat was niet eens zozeer een esthetische keuze, als wel het resultaat van dat wat voorhanden was. En Monet in zijn tijd zag dat al, die unieke Zaanse stijl die je nergens anders zag. Nu in 2020 wordt opnieuw invulling gegeven aan wat Monet al schreef, huizen in alle kleuren. We staan hier aan de westkant van het station in Zaandam, dus die kant op, waar een hele nieuwe wijk wordt gebouwd in neo-Zaanse stijl. Het blauwe huis, het nieuwe blauwe huis, dat is er al. De vraag die dan opkomt is, waar is de nieuwe Monet? Denk jij dat te zijn, of wil je meer informatie over Monet, Zaandam of de Zaanstreek? Kom langs. Wij heten je van harte welkom.